Op de Martin Luther Kingweg heeft het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie speciale wegmarkeringen aangebracht op de weg. Henk Wip, hoofd van de afdeling Verkeer van het ministerie, legt meer uit over deze wegmarkeringen. De markering die nu wordt aangelegd is een dubbele asmarkering, noemen wij dat. En technisch is het een rijrichtingsscheiding. Dus ook zien dat op de as van de weg dubbele strepen zijn aangebracht. En van de, aan de kant van de weg kantstrepen worden aangebracht. De bedoeling is dat het verkeer gaat rijden tussen de streken van hun rijstrook. En men mag geen gebruik maken van de ruimte tussen de twee strepen in het midden van de weg. De dubbele asmarkering heeft een doel. En het doel is om in feite de langsconflicten, om het zo te noemen, om die te minimaliseren. De MLK Highway is een weg waar we maximaal 80 km per uur kunnen rijden. En we willen door middel van deze markering voorkomen dat er frontale botsingen plaatsvinden of dat er zijdelingse conflicten plaatsvinden. Het is een stuk veiliger als de mensen zich houden aan de manier hoe zij moeten rijden bij een dubbele aslijn of een rijrichtingsscheiding. En we vragen de weggebruikers om rekening te houden met het patroon aan wegmarkering dat nu wordt gelegd en zich te houden aan de uitleg die gegeven is. Wat wij ook hebben in Suriname is gemengd verkeer. Gemengd verkeer betekent dat we langzaam verkeer tezamen met snel verkeer op dezelfde rijbaan gebruiken. Dat maakt dat onze weggebruikers vaak tegen de as van de weg aan rijden. Je kunt voor jezelf nagaan als je rijdt in het verkeer. Dan zult u zien dat de meeste voertuigen tegen de as van de weg gaan rijden. Ik wil meteen van de gelegenheid gebruik maken om ook te wijzen op het fietspad. Er is een vrijliggend fietspad. En het fietspad is in twee richtingen opengesteld. Ook het fietspad is gemarkeerd. En er worden pijlen aangebracht om de bromfietsers en de fietsers aan te geven wat in hun rijrichting moet zijn, omdat we toch zien dat de mensen op de verkeerde rijhelft rijden. En we vragen de gebruikers van het fietspad om zich te houden aan hun rijhelft en de bebording en de markering te volgen.